De FD-portefeuille. Er gaan twee aandelen uit. Het eerste aandeel wat eruit zou gaan is wat mij betreft Mittal. Mittal is wat mij betreft een bedrijf wat niet op onze beurs thuis hoort. Dus in de CAEX hoort hij niet. Dat is de case index, de case algemene AEX index. We hebben tegenwoordig zoveel verschillende Nederlandse indices dat we die er nog bij kunnen hebben. Daar gaat hij dus in ieder geval niet in. En het volgende aandeel dat ik eruit zou willen halen is Randstad. Randstad is gewoon te ver opgelopen wat mij betreft, vooruitgelopen op een herstel. En dat is niet wat ik om me heen zie gebeuren. Ik zie om me heen juist een krimp in de markt. Dus wat dat betreft zijn dat twee aandelen die ik zou willen verwijderen. Het eerste aandeel wat ik zou willen toevoegen is Fugro. Fugro is de afgelopen week hard teruggevallen. Terwijl het toch een mooi bedrijf is met goede winstperspectieven en eigenlijk relatief goedkoop op dit moment. Er staat 15 keer de winst, zou ik ze gewoon zeker durven te kopen. Het is iets minder duur als de AEX, dat staat rond de 17 keer de winst. En wat dat betreft denk ik gewoon dat het een mooi bedrijf is om toe te voegen. Een laatste aandeel dat ik zou willen toevoegen is Boskalis. Boskalis is marktleider. Uiteindelijk is het gewoon een supermooi bedrijf wat een mooie waardering heeft. Er staat 15 keer de winst ook. En wat dat betreft zou ik zeggen, een mooi aandeel om op dit moment te kopen. Nogmaals, zelfs al zou je wat voorzichtiger zijn over de index, dan zijn dit twee aandelen die ik denk dat die het gewoon goed blijven doen.